Hallo allemaal, Jillus en Randy achter de camera. Hallo daar. Ik ben vandaag zoals vaak weer druk met werk bezig geweest. En om de avond toe een beetje gepast te sluiten, dacht ik, ik wip even langs bij Randy om daar even lekker te gaan hobbyen. Ik heb een Raspberry Pi buttonbox gemaakt met een coin acceptor. Dus die snapt welk muntje je erin doet. Alleen, ja, dat is eigenlijk toch niet af zonder dat je daar ook echt muntjes uit kan gooien. En via Jeroen kwam ik erachter dat er zogenaamde coinhoppers waren. En een coinhopper is een apparaat wat bijvoorbeeld in een gokkast zit waarmee je muntjes eruit stuurt. Randy had al een keer zoiets gemaakt van Lego, maar ik wilde echt een mega groot apparaat. Nou, dit is de Cube Hopper MK2. En dat is een apparaat, daar stort je bovenin een verzameling muntjes. 50 cent, 1 euro of 2 euro. En er zit een soort van draaischijf in en die zorgt ervoor dat de muntjes eruit komen. Nou, het werkt als volgt. Je moet de motor laten draaien en op het moment dat er een muntje uitkomt, dan gaat die af. Nou, daar hebben we een stukje software voor gemaakt. Ja, dat is eigenlijk het werken niet waard. Het zijn twee regels. We gebruiken hier wel iets cools voor, de Eye Shield. Een Eye Shield is een soort piggyback bordje voor een Arduino, waarmee je met behulp van een Android telefoon knopjes kan indrukken. Dus ik heb hier een knop. Geef mij geld knop. De geef mij geld knop. En als ik hem nu nog één keer indruk. Kaka. En nog een keer. En dat is een beetje hoe het werkt. En het grappige is dat je hier dus alles mee kan maken. Dus je kan in je eigen gokkast mee maken. Maar bijvoorbeeld ook, ik gooi er 2 euro in en ik laat hem 10 keer 10 cent uitbetalen. Of 1 keer 50 cent en 10 keer, of 10 keer 5 cent. Ja, 9 keer. Dan moeten we wel winst maken. Ah ja, dat is natuurlijk ook zo. En af en toe slikt hij hem in. Ja, sorry! Ja. Dus erg leuk. Ik heb weer wat geleerd dat je niet zomaar 12 volt mag inschakelen met een 2003. Dat je er echt een reletje voor nodig hebt. Dus voor mij was dat weer een erg leerzame avond. En leuk. En leuk, zeker. Ja. Absoluut. Ja, en toen was het geld op. En toen was het geld op, ja. Paniek. Nou, tot de volgende keer. Doeg.